Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. De gast vandaag is Bram Kanstein. Bram, je bent wat mij betreft om twee manieren bijzonder. Je vertegenwoordigt Product Hunt, een van de grote hits zou je kunnen zeggen van het afgelopen jaar van internet. En jouw verhaal is bijzonder hoe je daar terecht bent gekomen. Maar laten we even beginnen bij Product Hunt zelf. Als jij aan andere mensen moet uitleggen wat het is, wat zeg je dan? Ja, dat moet ik eigenlijk nu standaard... Dat moet je standaard doen. Dus je hebt daar vast een goede zin voor. Dus inmiddels kun je het ook doen. Nee, Product Hunt is een online community voor mensen die het tof vinden om nieuwe producten en diensten te ontdekken. En dan vooral in de tech nu. Dit is een community site waar mensen dus hun ontdekkingen op kunnen posten. En andere mensen kunnen daar dan op reageren, kunnen dat upvoten en vervolgens doorklikken en dan die producten ontdekken. En het toffe is eigenlijk dat we nu iets van 60-70% van alle posts zitten ook de makers van de producten erin. Dus laatst was er een soort nieuw product van Instagram of zo. Dan zit de productmanager van Instagram zit daar en die kan je dan vragen stellen. Of een hele hoop founders joinen zeg maar de comments. En, dus behalve de bekende sites met alle nieuwe gadgets en productjes, is het vooral ook de community geworden waar makers en gebruikers bij elkaar komen. Ja. Dus het toffe is eigenlijk dat als jij een product hebt en je plaatst dat erop, dan krijg je eigenlijk feedback van mensen die net zo zijn als jij. Dus van peers eigenlijk, mensen die ook bezig zijn of in dezelfde vertical of überhaupt zeg maar in dezelfde techwereld. Maar als je bijvoorbeeld een B2B product hebt, dan heb je ook potentieel klanten. B2C heb je weer potentieel users. Dus het is echt een hele leuke mix van de wereld waar al die producten zich in begeven. Je hebt eigenlijk een soort mini-staatje waarin je eigenlijk alle soorten doelgroepen kan aanspreken. Dus dit is ook wel interessant voor zeg maar, de actieve mensen die het leuk vinden om nieuwe diensten te ontdekken en die aan anderen voor te stellen. En tegelijkertijd voor de iets minder actieve die het prettig vinden gewoon elke dag eventjes te kijken wat is volgens deze community vandaag interessant aan nieuwe producten. Dus voor die beide groepen is het, voor de actieve en de... Ja, iets minder actieve zou ik willen zeggen. Want de echte luie mensen, die zitten daar. Ja, dat zijn echt wel de nieuwsgierigen. Dat zijn gewoon de lurkers. Maar die heb je op Twitter natuurlijk ook. Ja. Er staan nu iets van 40, 50 dingen per dag op, weet je wel. Dus ook gewoon voor mij is... Ik kijk ook niet naar alles, maar ik denk, weet je, als je gewoon 1 of 2 toffe dingen per dag eruit kan halen, ook al ben je geen lid of zo, dan is het best wel een toffe... En geef eens aan, hoe groot is Product Hunt nu? Ja, ik weet niet wat ik er allemaal over mag zeggen, maar het is, alles. Het is in ieder geval flink gegroeid. Er zijn rond de 100.000 echt active users per maand. Dus dat zijn mensen die echt voten en engage in de comments en zo. Dat is eigenlijk niet de belangrijkste metric die we volgen. Het belangrijkste is eigenlijk de outbound clicks. Dus we willen eigenlijk dat zo snel mogelijk mensen gewoon weer weggaan. Dat is natuurlijk wel de discussie volgen, maar dat ze eigenlijk gewoon zo snel mogelijk naar de site of de app toe gaan om die te downloaden of zich in te schrijven. En dat zijn nu iets van 4,5 miljoen visits per maand. Dus dat zijn alle traffic wat wij wegsturen, zeg maar. Ja. En dat is het belangrijkste waar we ons nu op focussen. Product Hunt is een Amerikaans platform. Ja. Wat doe jij daar dan precies en hoe ben je daarbij betrokken geraakt? Ja, ik ben eigenlijk gewoon overdag een beetje de doorbitch, zeg maar. Nee, ik was eigenlijk een super vroege user. 2000 of zo. Dus gewoon de eerste 1% of zo van alle mensen. En ik werd getipt door iemand, ik weet ook niet meer wie, van hey, je moet die site checken. Dus toen kwam ik daar en toen dacht ik van ja, dit is echt een tool voor mijn hobby. Ik vond het altijd al leuk om gewoon dingen vroeg te ontdekken, dat te delen met mensen en zo. Dus toen heb ik me ingeschreven, maar er is een soort invite system waarbij je moet toegelaten worden om te kunnen commenten en dingen te kunnen posten. Dus toen heb ik die founder echt 3 weken gestalkt van, joh gast, laat mij gewoon even posten. We kennen gewoon heel veel toffe dingen, althans, dat dacht ik toen. En toen gaf hij me eigenlijk toegang. Hij heeft eigenlijk bij de eerste 3000 mensen of zo, heeft hij eigenlijk allemaal handmatig gemaild en op die manier echt die community ontwikkeld. Dus dat is wel tof. Toen mocht ik dingen gaan posten en natuurlijk een hoop Nederlandse dingen, maar ook gewoon andere producten die ik vond. En zo werd ik daar eigenlijk een beetje bekend in die community. Ik vond het gewoon heel tof. En op een gegeven moment was er een jongen die had een soort statistische analyse gemaakt van heel Product Hunt met hoeveel producten en upvotes en al die dingen. En toen was ik opeens de nummer 2 influencer. Ik had zeg maar de meeste votes. Ja. Met de minste posts en mijn dingen deden het dus op 1 na best, zeg maar.
Dus dat was best wel tof om te zien dat je gewoon... ja, weet je, heel veel mensen hadden het erover dat het een soort Silicon Valley, San Francisco focus ding was. Maar ja, ik was gewoon een random gast uit Amsterdam die dan zeg maar ook dingen postte die andere mensen dan weer heel cool vonden. Dus ja, weet je, daar zag ik echt wel de kracht van... ja, de toegankelijkheid van dat platform, weet je wel. Dat eigenlijk toffe dingen gewoon van over de hele wereld vandaan komen. En mijn blik is natuurlijk wel vooral hier en Europa en... Maar ja, dus dat en nu ben je verantwoordelijk voor de community Europa, in Europa. Ja, dat is ook wel een vrij groot gebied. Maar, ja, dus elke dag is er een nieuwe dag. Ja. En die begint om 12:00 s'nachts in San Francisco. Nou, dan tukken zij natuurlijk allemaal. Dus ik ben eigenlijk... gewoon ik moet zorgen dat ding nu rolt... totdat zij dus weer een beetje wakker worden. En ik ben samen met veel founders... help ik hun met het ding lanceren. Of we hebben speciale offers voor de community. Dus met korting kunnen ze zich inschrijven of dat soort dingen. Maar zijn er dus twee community managers? Jij bent er één en aan de andere kant van de tijd. Ja, aan de andere kant is eigenlijk gewoon, ook gewoon het team. Maar er zit wel iemand op die dan dat ook doet. Dus op een gegeven moment ergens in de dag nemen zij het over. En dan in die andere tijd ben ik eigenlijk aan het kijken hoe we het verder in Europa uit kunnen breiden. En gewoon meer de woord verspreiden, zeg maar. Dus dat is wel leuk. Hey, en je bent daar je bent daar gaan werken. En heb je daar nu doelen mee gekregen? Moet je elk land in Europa actief krijgen? Moet je een percentage start-ups aanbrengen? Het is voor nu wel iets zachter. We zijn als vooral aan het focussen eigenlijk... je hebt natuurlijk gewoon... Het is wel grappig om te zien dat product het eigenlijk best wel ontploft is, zeg maar. Ze hebben op een gegeven moment funding gekregen. Best een hoop. Dus daar zijn nu een aantal mensen ook van aangenomen. Ze zijn nu eigenlijk vooral heel erg op product aan het focussen. Hoe we dat beter kunnen optimaliseren. Hoe mensen gewoon meer dingen kunnen ontdekken. Dat is uiteindelijk het belangrijkste doel. Is dat er gewoon meer producten ontdekt worden. Dus het is vooral gewoon nu zorgen dat het werkt. En gewoon de community beter maken en eigenlijk die main metric verhogen, dat we zoveel mogelijk traffic willen creëren. En eigenlijk is de rest in Europa ook best wel gewoon een beetje experimenteel. Dus ik heb iets met de Next Web gedaan en met Rockstart hier bijvoorbeeld. Gewoon een beetje aftasten en kijken wat we hier zouden kunnen doen. Dus ja. Het is wel leuk, het is echt een beetje ontdekken en kijken waar het heen kan. Ja, we hebben helemaal vragen van Twitter. Dus als mensen thuis vragen willen stellen, gebruik even de hashtag FMT, dan kun je meepraten. Johan Schaap, die vraagt of er voorwaarden zijn om iets te posten op Product Hunt. En zo ja, welke? Ja. Nou, dit is... kijk, je hebt al sites zoals Betalist of Betalist van Mark Kolberg. Ja, Nederlandse initiatief, ja. Ja, daar heb je dus vooral mensen die posten daar hun Betalender, weet je wel, waar je e-mail kan droppen en mensen een beetje enthousiast kan krijgen voor je idee. Dat is niet voor Product Hunt. Ja. Dus Product Hunt is echt gefocust op dingen die je instant kan downloaden, kopen, gebruiken. Het gewoon gelijk kunnen gebruiken. Dus het moet live zijn. Nou, er zijn er natuurlijk wel wat experimentjes met wat pre-launch dingen. Maar dat is eigenlijk meer om te kijken hoe dat werkt. En je ziet toch wel vaak dat soort dingen, daar verschilt de kwaliteit gewoon enorm. Dus het doel is natuurlijk wel om gewoon eigenlijk, zeg maar die 40, 50, 60 dingen die er elke dag op staan, gewoon dat het gewoon allemaal toffe dingen zijn. En dus er is nog wel een hoop curatie, maar de belangrijkste voorwaarde is eigenlijk dat je het gelijk, dat het live is en dat je het kan gebruiken. Je zegt er is een hoop curatie, hoe moet ik me dat voorstellen? Want hoeveel komt er dan binnen wat het niet haalt en waar ligt dat dan aan? Dus je hebt een kleine, het is dus ooit gestart met Ryan, die heeft eigenlijk de eerste 3000 mensen uitgenodigd. Dus een stuk of 2300, die kunnen allemaal direct naar de homepage posten. Die zijn zeg maar een soort vetted, weet je wel. Die zijn eigenlijk gecheckt. En die mensen kunnen dus ook commenten en upvoten. Je hebt eigenlijk drie groepjes. Het andere groepje zijn mensen die kunnen commenten. Dus je kan alle posts zien en alle comments zien. En je kan zelf iets achterlaten. Dat mag ik. Nou, dat mag Erwin. En die kunnen ook producten submitten, maar die komen eigenlijk in de upcoming lijst. Dus dat is producthunt.com/upcoming. En die producten zijn eigenlijk een beetje een soort fallback om doorheen te gaan. Daar zie je gewoon echt heel erg de kwaliteit variëren. Weet je, er zijn gewoon mensen die posten nog WordPress templates of zo. Weet je. Ja, dat is natuurlijk geen product. Ja. Dus dat is een beetje een soort middenweg. En eigenlijk als je je nu als nieuw registreert, dan kan je eigenlijk alleen maar voten. Dan krijg je wel suggesties van, hey, je volgt deze mensen of deze mensen volgen jou. En die hebben invites om... Ik mag alleen maar voten. Ik ben eigenlijk een lurker.
misschien ja. Kunnen we het fixen. Maar dat is natuurlijk wel de uitdaging is natuurlijk dat stukje. Want in eerste instantie je zit een site waar je denkt vanaf het begin de kwaliteit is hoog. Ik noem maar wat. Meerkat, kwam eigenlijk, tenminste voor mij, kwam via Product Hunt omhoog. En daarna ging het zeg maar via South by Southwest naar de rest van de wereld. Dat was de route. En vanaf dat moment weet je dat iedereen, wat voor product ook daar eigenlijk een plekje wil hebben. Want iedereen heeft het gevoel van dit kan mij helpen aan een grote publiek. Dus wordt de selectie belangrijker. Ja. Je zei eerder al van wat we nu doen is eigenlijk voornamelijk technologie. Maar ik heb recentelijk al gezien dat, ik weet niet wie het was, Snoop Dogg geloof ik. Ja, die zijn album ging releasen via Product Hunt. Ja. Hoe ziet de toekomst van Product Hunt eruit? We gaan donderdag wordt games gelanceerd. Dus dat wordt eigenlijk een nieuwe vertical gewoon binnen de site. Komt er eigenlijk in je menubar komt er nu games. Ja, je hebt home, collections, games. Dus daar komt nu tech, games, collections. Ja. En dat is eigenlijk het eerste uitstapje om te kijken of je datgene wat er nu is met tech, of je dat dus zeg maar kan reproduceren naar games. Games ligt natuurlijk wel heel dicht bij tech, weet je wel. Dat is ook echt huge. Het is echt gigantisch. Ja. En het is natuurlijk makkelijker te verspreiden. Het is gewoon allemaal digitaal en zo. Dus, gewoon mooie images en dat soort dingen erbij. Dus dat ligt heel dicht bij tech. Dus dat is eigenlijk het eerste uitstapje. En het volgende is eigenlijk kijken hoe we daaruit kunnen leren natuurlijk. Als je bijvoorbeeld naar boeken of zo zou gaan, is het natuurlijk een hele andere type community en hele andere gesprekken heb je dan eigenlijk over een product. Weet je, als je nu in een gesprek hebt en je zegt van ik zou die feature wel tof vinden bijvoorbeeld. Dan zijn er nu ook makers die gewoon na 2 dagen zeggen, oh vet, ik heb het erin gebouwd, weet je wel. Ja. En met een boek wordt dat natuurlijk een beetje lastig. Dus dat zijn wel interessante ontdekkingen. dus het eerste is games. Dus dat mag verklappen. Ja. Ja. Gisteren was natuurlijk de weer zo'n grote Apple-dag. Je ziet dan bij jullie wel gelijk bovenaan Apple Music staan. Ik denk dan eigenlijk, hoort dat eigenlijk wel op Product Hunt? Want... Nou ja, stiekem misschien niet, maar het is natuurlijk wel nieuw. Hè? Dus het is wel iets waar mensen over praten. Dus wat dat betreft heb je in deze community wel gelijk de beste mensen te pakken die er met wat verstand iets over kunnen zeggen. Ja. Dus wat dat betreft zie ik hem zeg maar wel Product Hunt. En aan de andere kant, het is natuurlijk, ik weet niet, volgens mij is het een blogpost van Apple of zo, weet je. Het is nog niet... Want er is nog niks, zeg maar. Maar dat is wat je net zei, hè? Helemaal waar. Maar dat is het stukje curatie, daar gooi ik hem dan maar op. Maar dat is wel... Het is natuurlijk wel... er zitten gewoon hele interessante mensen in die er wat over kunnen zeggen. Dus dat is dan eigenlijk de grootste voorwaarde om bijvoorbeeld op zo'n dag dat er wel op te doen. Hey, wat heb jij in die tijd dat je eerst zeg maar vrijwillig als liefhebber voor Product Hunt actief was en nu als personeelslid van het bedrijf. Wat heb jij geleerd van het bouwen, het realiseren van de community? Wat zijn voor jou belangrijke elementen daaraan? Hoe krijg je mensen actief en hoe hou je ze actief? En hoe hou je kwaliteit? Nou, ik denk vooral dat het belangrijkste is dat het is gewoon super persoonlijk. Dus er zijn wel wat dingen geautomatiseerd, weet je wel, gewoon mailtjes die je krijgt als je registreert of zo. Of als er dingen gebeuren met het product wat je hebt gepost. Maar er zijn ook, eigenlijk vanaf het begin is het gewoon super toegankelijk geweest, weet je wel. Ik ben daar eigenlijk zelf dan het beste voorbeeld van, dat zelfs ik er ook toegang tot kreeg bijvoorbeeld, weet je wel. En dat is eigenlijk net zo gebleven. Dus we geven ook toegang aan gewoon gasten van 18 in India, weet je wel, die gewoon super enthousiast zijn en gewoon een superleuke mail sturen en dan vragen of ze toegang mogen, weet je wel. Daar worden wel gewoon uitzonderingen voor gemaakt en niet gewoon standaard afwijzingen naar gestuurd of zo. En ik denk dat we op die manier, zeg maar die toegankelijkheid, ik denk dat vooral heel belangrijk is. En hoe belangrijk is de schaarste, zeg maar, dat mensen toegang willen hebben? Ja, mega, dat is, daar heb ik elke dag discussies over. Maar dat is, het belangrijkste element is gewoon die kwaliteit, weet je wel. Dat is natuurlijk ook waarom die mensen het zelf interessant vinden. En dat is ook wel een van de belangrijkste dingen die er denk ik getackled moeten worden. Wil je zeg maar naar een Reddit-achtig level gaan bijvoorbeeld, hè, als dat het idee is. Dat is wel interessant. Het zijn hele, sommige mensen zijn heel bescheiden.
En die zegt gewoon, joh, ik vind het super cool wat jullie doen en ik ben hiermee bezig. Weet je, misschien is het een tof product en andere mensen mailen echt van, joh, ja, mijn product is fucking vet en ik ben al 4 jaar mee bezig, dus gooi het op de site. Ja. Weet je, ja. Dus het is een hele, heel interessant kijkje ook in alle type mensen die in de deur rondlopen. Je zou kunnen zeggen, de kracht van Amerika is op zijn minst één land. Dus het maakt nogal uit waar je in Amerika woont. Maar weet je, er zijn grote overeenkomsten op zijn minst in dat gebied. Jij vertegenwoordigt, je hebt andere werelddelen die daar dichterbij zitten. Jij vertegenwoordigt Europa. Wat merk jij van cultuurverschillen? Nou, ik vind sowieso in Amerika, als je kijkt naar tech, zeg maar, zijn mensen veel... mensen delen gewoon veel meer, weet je wel. Dus hier heb je af en toe wel eens mensen die... dat komt ook een beetje door de media, weet je wel. Als mensen zeggen van, oh, die gast had een goed idee en nu zijn ze miljonair of zo, weet je wel. Dat vertekent een beetje het beeld van hoe het echt gaat, zeg maar. Ja, want dat gebeurt niet iedereen, nee. Nou ja, dat gebeurt, zeg maar, gewoon het idee en dan een miljoen, ja. Zeg maar. Dat bestaat niet, zeg maar. Nee. Dus... En je ziet hier ook, er zijn gewoon zoveel mensen die, die zeggen, oh ja, ik heb een goed idee. Weet ik veel, dit is een geheimhoudersverklaring of gewoon iets heel sufs. Mensen delen gewoon hier niks. En als je daar bent, dan zie je gewoon dat iedereen dingen met elkaar deelt. En een heel leuk voorbeeld is bijvoorbeeld elke investeerder, elke founder, elke stagiair bijvoorbeeld, die heeft een blog. Ja. Weet je wel? En al die mensen vertellen over hun ervaringen en dingen waar ze zijn gefaald en ook gewoon waar ze succes hebben gehad. En die zeggen ook gewoon, ik heb 10 miljoen geraced en ik heb het allemaal, alles is op, bijvoorbeeld. Weet je wel, en in Nederland, gewoon die hele cultuur met ondernemen en vooral zeg maar met internet. Ja, ik vind het best een verschil zit ertussen. Ik vind wel, probeer wel dat zeg maar zelf te doen. Ik hou eigenlijk veel meer van gewoon het delen en mensen, weet je wel, echt elkaar connecten. In Nederland is dat een beetje bekrompen is niet het woord, maar ik denk het misschien... Lastig in de cultuur. Lastig. Ja, wij vinden dat ook altijd, hoor. Wij vinden het puur cultuur. We proberen juist dat delen natuurlijk altijd heel erg te stimuleren. Ja, en dat is ook leuk, want je weet eigenlijk nooit wie je verder kan helpen of wat voor mensen en personen waar je iets aan vertelt. Weet je wel, wie hij of zij dan weer kent. Dus dat is wel grappig. En in Amerika wordt het denk ik ook niet echt gezien als een soort braggen of tof doen of zo. Weet je wel, dan ben je gewoon zeggen van, ik ben gewoon hiermee bezig. En hier is het dan heel vaak al een soort van, weet ik niet, dat je niet zo stoer moet doen of zo. En nou heb jij zelf ook nog een platform, Startup Stash. Hoe gaat het daarmee? Ja, wel goed. Ja? Ik onderhoud het een heel klein beetje, maar... Het heeft nu nog 1000 visits per dag. Zo. Want samengevat is dat een platform waar je allerlei tools verzamelt die startups kunnen gebruiken om hun business efficiënt op te starten. Alles wat je Kun je iets zeggen over hoe het werkt en gebruikers? Ja. En, wat ik eerder zei, ik ben altijd eigenlijk al bezig geweest gewoon met dingen verzamelen. En dat is dan eigenlijk gewoon ook een toffe, leuke nieuwe dingen. Maar ik werkte hiervoor bij een investeerder in Amsterdam. Dutch Standard heet het. En daar heb ik twee startups begeleid. Productontwikkeling en businessstrategie. En eigenlijk kwam ik altijd wel op mijn zoektocht gewoon naar leuke nieuwe dingen. Kwam ik ook wel interessante tools en bronnen en zo tegen. Dus die bewaarde ik dan op een gegeven moment. Was ik ook met Productant bezig en zo. En had ik wat dingen gepost. Onder andere dingen wat Martijn heeft gemaakt en nog wat andere Nederlandse dingen. En een aantal producten. En daar zag ik gewoon dat die mensen hadden gewoon een super traffic spike, weet je wel. En een nieuws coverage en investeerders in de e-mail. En gewoon superleuke effecten kwamen er eigenlijk van. En ik zorgde daar dan voor, omdat ik hun daar dan opzette. Dus het leek mij, of ik kreeg toen eigenlijk het idee van, het lijkt me eigenlijk best wel tof om gewoon zelf iets te maken. Wat ik gewoon van A tot Z al zelf heb gedaan. En toen kwam ik eigenlijk al snel uit bij die tools. Ik had er toen al iets van 100 of zo. En toen dacht ik van, misschien is het tof om een soort startpagina te maken. Met allemaal categorieën in zeg maar het bouwen van je startup of je bedrijfje. En toen ben ik eigenlijk heb ik een hele grote Excel-sheet gemaakt. En ben ik die dingen gaan verzamelen. Ja. En toen, dat duurde even, ondertussen site opgezet en naam bedacht en al die dingen en een lanceringsstrategie een beetje bedacht. En toen na 5 maanden had ik alle content en had ik 40 categorieën, dus bijvoorbeeld marketing of development, hosting. En in elke categorie zitten dan 10 tools of bronnen. En met elke bron heeft dan ook weer een detailpagina en kan je weer doorklikken.
En je zou kunnen zeggen eigenlijk een collection van Product Hunt. Nou ja, zoiets was het wel. Ja, net nadat ze collecties hadden volgens mij. Ja. En ja, alleen het is gewoon heel erg gecureerd door mij dan, zeg maar. Ja. En ik hang er eigenlijk ook geen mening aan. Dus het is meer van, hey, zoek je interessante marketing tools, dan zijn dit naar mijn idee de 10 meest interessante. Ja, dus zeg maar. Puur persoonlijk gecureerd. Ja, je gaat niet zeggen van dit is goed daaraan. Nee, daar wil ik dus eigenlijk vanaf blijven. Omdat het eigenlijk ook heel erg... Ja, het ligt ook heel erg aan de stage waarin je zit. Weet je wel, ben je heel vroeg of wat later. En sommige, bijvoorbeeld onder HR, heb je hele basic dingen, maar ook hele heftige tools, zeg maar, voor als je gewoon 100 man hebt of zo. En dus dat was wel tof. En dat heb ik toen gelanceerd, onder andere op Product Hunt en nog een hele hoop andere bronnen. En toen is het best wel viral gegaan, dus dat was wel tof. Ja, je staat in je Twitter profiel staat dan the most upvoted product of all time on Product Hunt. Is dat nog steeds zo? Ja. Ja, dat is wel bizar, hè? Ja. Als Product Hunt een spelletje was, dan had ik het uitgespeeld. Ja. En daarnaast is niets gekomen, dus dat is echt juist. Ja, en dit was wel heel grappig, hoor, want ik... Ik werkte dus bij die investeerder. Op een gegeven moment dacht ik, ik wil iets anders gaan doen. Ik wist eigenlijk niet precies wat. En toen, dat was eigenlijk eind februari. En een tijdje daarvoor dacht ik al van, waarom ga ik niet gewoon een keer naar San Francisco? Daar moet ik het natuurlijk wel een keer heen als ik deze hele wereld leuk vind en zo. En, dus ik had een ticket geboekt en ik zou op een maandag gaan. En de woensdag daarvoor dacht ik, dan ga ik dan een startup session lanceren. Die maandag was ik bij Launch Festivals, een tech-conferentie in San Francisco. Jason Calacan is dat? Ja. Waar echt gewoon, dat was gewoon een snelcursus tech uiteindelijk. Echt fantastisch. Dus ik dacht, als ik dan die woensdag daarvoor het lanceer en het wordt wat, dan heb ik maandag iets leuks te vertellen als ik daar ben, zeg maar. En 2 weken daarvoor vroeg Ryan of ik bij Product Hunt wilde komen werken. Dus toen had ik eigenlijk 2 leuke dingen om te vertellen. Dus dat was gewoon bizar. Toen op woensdag gelanceerd en zo'n 230.000 pageviews in 2 dagen. En toen liep ik daar op de conferentie en had ik echt 30 mensen die zeiden... jij hebt dat ding gemaakt. Dat was gewoon bizar. Hey, dus dat was wel top. Vertel daar eens over. Want aan de ene kant zie jij wat startups doen. Hè? Elke startup heeft natuurlijk behoefte aan aandacht, vindt dat hij een mooi product heeft gemaakt, heeft behoefte aan aandacht op het juiste moment. Aan de ene kant zie jij dat binnenkomen, al die partijen die dingen doen, acties ondernemen en tegelijkertijd heb je zelf dingen gedaan. Je had recent, ik weet niet of je nieuwsbrief was of dat je een blogpost had, maar een van die blogposts was ik weet niet meer helemaal zeker of het was wat je niet moest doen of was wat je wel moest doen. Wat je niet moest doen. Maar goed, dat is eigenlijk ook altijd wat je wel moet doen natuurlijk. Hè? Dus welke, als jij nu zeg maar 3 belangrijke lessen moet noemen voor bedrijven, startups die aandacht willen genereren, publiek willen bereiken. Wat zeg jij dan? Ja. Ik denk dat eigenlijk het allerbelangrijkste is gewoon, ik zeg dan eigenlijk gewoon normaal doen. Weet je, het is gewoon grappig dat heel veel mensen een soort van pitchen alsof ze... Stel, ik vind jou helemaal fantastisch, zeg maar, en ik wil iets van jou. Ja. Bijvoorbeeld, er was een blogpost van Reid Hoffman van LinkedIn. En die zei van... dus 90% van, of hij krijgt, weet ik veel, 1000 mails per dag of zo. En er zijn allemaal mensen die iets van hem willen. En 90% van die mensen, die stuurt een mail. Ik vind dat gewoon heel bizar. Dus ik wil iets van jou, zeg maar. Ik heb iets wat, en jij moet mij advies geven of geld of weet ik veel wat. Dus ik kijk tegen je op. En die mensen die mailen hem dan bijvoorbeeld. En die proberen dat dan op een bepaalde manier te gamen of zo, weet je wel. En dat is dan eigenlijk een soort belediging weer van zijn tijd en intelligentie of zo. Het is, zeg maar, heel weinig mensen zijn gewoon persoonlijk. Die zeggen gewoon, hey Reid, ik vind je fucking cool. En ik ben hiermee bezig en ik doe dat met 2 vrienden in mijn garage. En super lachen, want we hebben al 20.000 users. En het lijkt me super cool als je hier 3 minuten naar kan kijken, weet je wel. Zeg maar, zo'n mail, dat stuurt dus niemand. Iedereen stuurt een soort van geplakt persbericht. Of ik ben super cool en ik ben er al 6 jaar mee bezig. En mijn moeder zegt dat het allertofste ding is wat ze ooit heeft gezien. Weet je, zeg maar, dat soort dingen zijn heel... nu zie ik dat dus zelf ook allemaal. Mensen mailen mij of via Product Hunt, zeg maar. En dat is gewoon bizar eigenlijk. Als je gewoon kijkt naar mensen die echt gewoon... Ja, maar dan zeg je eigenlijk de verkeerde toon wordt heel veel gedaan. Ja, omdat je zeg maar... Het is, zeg maar, mijn situatie is nu in één keer heel raar. Want ik heb dan iets gemaakt en dan weet ik allemaal dingen. En dan zit ik ook bij Product Hunt. Dus mensen willen dan iets van mij weten, bijvoorbeeld. Ja. En er zijn mensen die mailen mij inderdaad zo'n mail van... Oh, ik ben het al aan het doen. Super dik. En een gast in San Francisco die zei dat het ook tof was. En check het of zo, weet je wel. Ja.
Ja, dat is gewoon vaag. Ik weet niet. Ik zou nooit zo, iemand zo mailen. En andere mensen die mailen mij, die zeggen... Oh, ik zag je blogpost, supervet. En ja, wij zijn dit dan... Zeg maar, ook al is dat copy-paste bijvoorbeeld. Zeg maar, dat hele gevoel is gewoon iets heel anders, weet je wel. Dus ik vind vooral gewoon dat persoonlijke... Dat persoonlijke is gewoon het allerbelangrijkste. Oké, persoonlijk. Maar hoe doe je dat dan verder? Want je, weet je, met Startup Stash heb je dat zelf gedaan. Je zit bij Product Hunt. Hoe belangrijk zijn al die verschillende kanalen op dit moment? Want het is niet alleen Product Hunt. Je moet ook veel verder kijken. Dus eigenlijk, dat persoonlijke is meer het belangrijkste. Ik heb zeg maar in die tijd toen altijd gedacht... Ik ben gewoon een random gast. En niemand boeit het dat ik iets aan het maken ben, zeg maar. Dus zo heb ik iedereen benaderd eigenlijk. Oké. En daarnaast heb ik eigenlijk gekeken naar... Product Hunt was eigenlijk nummer 1 kanaal wat ik wilde gebruiken. Daar had ik toegang tot. Ik wist precies wat de beste tijd was om te posten. Nou, weet je, dus dat was gewoon perfect. En vervolgens eigenlijk gekeken naar wat voor dingen... mijn doelgroep was wel duidelijk. Eigenlijk allemaal mensen die met ondernemerschap of startups of zo bezig zijn. Dus ik had een paar kanalen geïdentificeerd. Waaronder bijvoorbeeld een paar Facebookgroepen. How to Start a Startup van Y Combinator. Berlin Startups, weet ik, een stuk of 6 of zo. En ook het belangrijkste, zeg maar, wat heel veel mensen vergeten, is eigenlijk een beetje het kanaal dat je wil gebruiken, onderzoeken. Nou, bijvoorbeeld bij Product Hunt krijg ik nu mails en mensen die mailen, hallo, hoe kom ik op je site? Ja, dat hoor je. Maar zeg maar weten. Dat, weet je wel, dan denk ik, mensen hebben dus ergens de e-mail gevonden. Nou, zeg maar, in die tijd had je ook de FAQ kunnen lezen, weet je wel. Dus met zo'n mail kom je dus nergens. Maar bijvoorbeeld voor een Facebookgroep, ik wilde dat in die Y Combinator groep... En daar moet je lid van zijn. En dan moet je je aanmelden, dan moet je geapproved worden. Ja. Maar ik wist helemaal niet hoe lang dat ging duren. Dus ik had dat al 3 maanden van tevoren gedaan. Nou, blijkt natuurlijk dat je na 1 dag er al in zit. Maar dat soort dingen wist ik niet, zeg maar. En bijvoorbeeld op Reddit heb ik het gepost. In een entrepreneur heb je zo'n subreddit. Die heeft een paar 100.000 leden. Maar daar moet je dus een bepaald aantal karma-punten of iets... ik weet nog steeds niet hoe het werkt, maar een soort aantal punten hebben om zelf iets te kunnen posten. Dus daar heb ik voor gezorgd dat ik in die comments dook en wat de dingen achterliet die de andere mensen dan weer upvoten, waardoor ik dan die karma kreeg, zeg maar. Dus dat duurde een paar posts. Ja. En toen had ik zeg maar genoeg punten om zelf iets te kunnen posten. Nou, dat zijn zeg maar denk ik kleine dingen die heel veel mensen niet doen. Is eigenlijk eerst alle kanalen identificeren die je wil gebruiken en vervolgens wel echt die dingen onderzoeken. En ik heb wel ook mezelf eigenlijk geleerd dat als je iets lanceert, is eigenlijk ook gewoon een soort product op zichzelf, zeg maar. En je bent gewoon bezig met het product bouwen, maar gewoon de lancering zelf is wel echt gewoon een ding, weet je wel. Je hebt 1 kans. Als je bijvoorbeeld in die Facebookgroep wil posten op de dag dat je live gaat en je hebt geen toegang, dan is het dan, zeg maar. Ja. Weet je wel, je kan niet 1 dag later. Dus dat is wel grappig. En eigenlijk diezelfde principes heb ik toen nu voor mezelf weer proberen te testen met die blogpost van laatst. Gewoon kijken, bij welke mensen kan ik het seeden, zeg maar. Gewoon mensen waar ik contact mee heb en niet zeggen van, tweet het. Nou, misschien heb ik dat bij jou gedaan. Maar volgens mij wel. Maar misschien kom ik bij jou maken, zeg maar. Ja, nee, dus dat heeft wel niks mis mee. Dat is dus wel grappig en... Ja, ik weet niet. Gewoon een beetje inschatten op welk level je met mensen of bedrijven zit die je moet helpen. Ja. En op die manier, zeg maar, communiceren. En dat is gewoon iets wat, blijkbaar best lastig is. Ja, dus verdiep je in die kanalen. En ja, zorg gewoon dat je product wel goed is natuurlijk. Hè. Dus er zijn een hele hoop mensen die gaan gewoon van start. En die maken het van A tot Z af zoals het in hun hoofd is. En dan kan je het dus wel goed lanceren bij de goede mensen. Maar ja, als het dan vervolgens niet aanslaat. Dus zeg maar producten zie je ook gewoon heel vaak dat er... Ja, gewoon, weet ik veel, dingen niet werken of niet goed aansluiten op elkaar. En dan zijn ze wel een soort Big Bang launch aan het doen. Ja, het is gewoon zonde. Dan ben je meteen in 1 keer weg. Want dan krijg je negatieve reacties. Juist, en omdat niemand het boeit dat jij iets aan het maken bent, is het ook gewoon voorbij, zeg maar. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de 3 dingen die ik nu... Ja, je werkt nu voor Product Hunt. Je hebt zelf wat dingen ondernomen. Wat wil je uiteindelijk doen? Vind je het leukste om voor zo'n club te werken als Product Hunt? Of zit er toch te veel ondernemersbloed? Nou, ik denk wel dat ik uiteindelijk wel... Ja. Het leuke was dat ik eigenlijk toen hij vroeg of ik daar wilde joinen... had ik eigenlijk... dat Startup Station ding was bezig. Ja. Ik doe er nu nog wel iets mee. Maar ik ben wel aan het kijken of ik mensen kan vinden die het bijvoorbeeld zouden kunnen overnemen. Want als ik het echt wil onderhouden zoals ik het zou willen, dan ben ik er gewoon fulltime mee bezig. Ja. En
ik weet niet of dat nu iets is wat ik wil doen, even los zeg maar, van het product, maar meer voor mezelf. Zeg maar. Ja. Omdat ik gewoon wel zie dat, ja, product, iemand heeft mij ooit gezegd, if you can join a rocket ship, join a rocket ship. Nou, dat is dit, ja. Dat is dit wel, zeg ja, maar. Ja, dat explodeert natuurlijk. Ja, dus, en ja. Ja, gewoon als ik naar mijn eigen interesse kijk, dan is gewoon dit wel zeg maar, onderdeel van zo'n bedrijf nu in deze fase zeg maar zijn. Dus ja, dat kan ik eigenlijk niet laten schieten. Dus, ja. Dus daarom heb ik ook ja op gezegd, maar wel gewoon met de gedachte van... het liefst zou ik later zelf ook iets met investeren willen gaan doen of meer echt early stage bedrijven ook helpen en zo. En ja, dat lijkt me super tof. En ik denk wel dat gewoon die plek nu bij Product Hunt me heel erg kan helpen met gewoon connecties. En nou ja, dat heeft me nu al gedaan. Dus dat is ja, dat lijkt me duidelijk. Echt super, jij krijgt binnen een duurt niet langer, dan heb je ook 1000 mailtjes per dag in nou, je ja, mailbox. Ja, ik hoop het niet. Nee, maar goed, weet je, dat is wel ja. Een... ja, ik ben natuurlijk wel in dienst, maar het levert aan de andere kant gewoon wel echt een hele hoop op. Dus dat is voor nu de afspraak. Ja, en hoe werkt dat nu? Gewoon, ik denk dat mensen dat ook interessant vinden als je voor zo'n Amerikaans bedrijf zoiets gaat doen wat jij nu doet. Community manager voor Europa. Ja. Weet je wel? Krijg je dan ook aandelen? Hoe betalen ze? Ze hebben geen BV hier of zo. Dus ik ben gewoon een contractor, noemen ze dat. Ik ben een contractor. Een keihard start-up contract met 10 dagen opzichttermijn. Ja. drie vakantiedagen? Nou nee, dat is zeg maar onbeperkt. Ja. Dat, nou ja, ja. Goed. Dat is natuurlijk wel grappig. En dat soort dingen waren ook wel grappig hoor. Want dan stuurden ze het contract op. En nou, ik kwam al 20 punten, bullet points. Het was allemaal gewoon van, nee, dat is gewoon standaard. Ja. Dus het is ja, kan of het is nee. Ja, ja, precies. Kan niet dus, over praten. Nee, dus ja, weet je, weet ik veel, de FBI komt achter je aan als je code lekt. Gewoon heel bizar. Ja. Maar goed, ook daar is het wel grappig. Als je dan kijkt, ja, opzichttermijn 10 dagen, weet je wel. Dan denkt iedereen, ja, doe even normaal. Maar daar is het eigenlijk gewoon... Is dat wel normaal, toch? Nou ja, kijk, daar is het gewoon van... als ik word ontslagen, dan klop ik een deur verder aan. Dan ga ik daar werken of zo. Weet je wel, iedereen tekent daar eigenlijk voor. Dus op zich zijn dat natuurlijk ook wel interessante dingen als je kijkt naar Nederland. Van mensen beseffen dat heel goed, weet je. Als je gewoon naar een start-up bedrijf gaat werken, wat... eigenlijk een hele onzekere toekomst heeft. Ja. Dat als je kiest om daarvoor te werken, ja, dan zou het ook best wel makkelijker gemaakt moeten worden voor iemand die jou dan aanneemt. Ja. En je wordt inderdaad wel beloond, dus je, ja, wel een stukje aandelen, maar dat verdien je dan over 4 jaar. En dan het eerste stukje pas na 1 jaar. Dus. Daarvoor moet je ook blijven en aantoonbaar goed je werk doen. Ja. En daar zitten incentives in. En, okay. Ja. Dus dat is wel lachen. Ja, nou, spannend hoor. Ja, leuk. Superman, ja, mooi verhaal. En wat ik zei het eerder, ik heb je ook iets eerder gesproken. Een van de mooie dingen van het verhaal is, wat jij zegt, van je hebt, aan de ene kant heb je het gevoel van, er zijn allerlei internationale autoriteiten op bijvoorbeeld techgebied, hè, en die zijn er natuurlijk. Ja. En jij, zeg maar, zoals je zelf ook zegt, als je hobbyist in eerste instantie uit Nederland, is eigenlijk in een heel korte tijd autoriteit op Product Hunt geworden en als gevolg daarvan een mooie baan bij dat bedrijf gekregen. Alleen dat al vind ik... We houden van jongensboekverhalen, maar dat is er best eigenlijk maar eentje van. Ja. 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 Nou, dankjewel. Ik zag vandaag overigens Edial, die moeten we ook nog een keertje uitnodigen. Edial van Gitsie, dat was een van onze eerste jongensboekverhalen. Ja. Die komt uit Amerika weer terug naar Nederland. Oh, komt dus die kan het vervolgverhaal dan hier komen vertellen. Yes. Hey, Bram, ontzettend bedankt. En succes. Ja, producthunt.com is het adres. Yes. Wij hebben allemaal mooie spullen gekregen. Stekels, shirts, stickers. Ja. Zo gaat dat, hè? Zo gaat, ja. Oh, hartstikke goed. Ja, wat ik echt briljant vind van Product Hunt is dat ze toch de technologie toegankelijk hebben gemaakt voor mensen die niks met technologie hebben. Want de collections, ik vind echt, weet je, dat je... Ja, die zijn echt onderbelicht. Nee, dat vind ik echt... Nee, maar dat wil ik toch nog even zeggen. Want ik hoor heel veel van mensen die eigenlijk helemaal niks met technologie hebben, maar als je dan, bijvoorbeeld iemand is schrijver. En dan heb ik het met hem van, goh, waarom doe je dat dan zo? Gebruik je geen tools? En die zegt, oh ja, je weet er wel veel van. Ik zeg, nou helemaal niet. Ga nou even naar Product Hunt en kijk bij de best collectie Tools for Writers. Ja. En daar staan gewoon 20 dingen die jouw leven makkelijker maken elke dag. En dan hoef je helemaal niet zo geïnteresseerd in technologie te zijn, maar gewoon om je werk beter te doen. Ja. Dat vind ik echt... Het leukste is ook wel dat er nu... Er zijn iets van 25.000 producten gepost. Ja, sorry. Vroeger was het programma een half uur. Ah ja, we gaan al over de tijd. Nee, maakt niet uit. Nee, maar je komt nu zeg maar tot een punt dat er in elk van zo'n
elk van zo'n wordt suggestie. Wordt een vertical. Ja. Nee, maar in zo'n suggestie zit voor iedereen dus wel wat wil straks. Ja. Weet je wel, er zit dan gewoon, als daar één ding in zit wat dan waardevol is, dan is het al genoeg. Is het al goed. En de moeite is niks, want je stuurt een link door. Weet je, dus dat, het is wel interessant om te zien wat er gebeurt als er 100.000 dingen in staan. Ja. Je dan, veel lijstprobleem wordt natuurlijk ook wel een dingetje voor je. Ja, maar daar kan dat ook fout, hè? Nou ja, we hebben een heel mooi spookje bij dingen die dood zijn. Dus dat, Oké, hey, dankjewel. Hey, hartstikke bedankt. Ik wil nog even een product onder de aandacht brengen. Dat is heel belangrijk. Ik ga even wat anders doen. En als jij nou even je commerciële boodschappen doet. Ja, nee, maar wees even eerlijk, Stekel. Is het belangrijk dat het boek er is of niet? Ja, dat is heel belangrijk. Ja, oké. En dat is niet alleen omdat als ik deze dingen zou uitbrengen, omdat ik erop zou binnenlopen. En wij dat zouden doen, dan zou het onze zijn. Ik heb er deze week eigenlijk weer met heel veel plezier in zitten lezen. Terwijl ik de digitale versie ook al hele stukken al zit te lezen. Ja. Dus ben je een klein beetje geïnteresseerd in de geschiedenis van internet. Het gaat over 25 jaar internet met heel veel pioniers. Mooie verhalen van mensen die ongeveer handmatig kabels hebben getrokken. Van Zwolle naar Groningen om daar internet te krijgen. Dus de eerste 25 jaar internet staan in dit boek dat Peter Olsthoorn geschreven heeft gebundeld. Eerst inderdaad als pdf, maar wij vonden dat het ook zeker als papier moest verschijnen. Dus fastmovingdagens.nl is de plek waar je dit boek kan bestellen. En doe het alsjeblieft, want je doet jezelf mooie verhalen tekort als je hem niet aanschaft. We danken Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgde dat je hier live naar kon kijken. We praten zo direct door met Martijn de Kuiper die nu van Review is het denk ik? Review? Dan gaat hij zelf vertellen. Review. Oh, dat is net een beetje als... Dat is het Hollandse. Oké, ik wou het zeggen. En Amerikaanse nee, maar ik was al in de war, want ik zei Review en jij zegt Review, maar het maakt niet Review. Uit. Hij zei, het wel. Maar dat is wel mooi van Nederland. Hier vlakbij zit Tim. Tim Heineken is onder meer van volgens mij Pols, internationaal merk, maar als je met Tim praat, dan zegt hij pauze. Spreek gewoon als Nederlander alles op zijn Nederlands uit. En dat is dan eigenlijk de beste route. Zo direct gaan we hier verder. Dankjewel. Dag.